ja, ik denk GVVV terechte overwinning vandaag voor de Blauwe. Hoe kijk jij tegen de wedstrijd aan? Ja, ik denk dat het een wedstrijd was. Ja, op zich natuurlijk. Je zag twee ploegen die verdedigingen misschien wel het beste voor elkaar hadden en weinig weggaven. Ja, ik denk als je die... uiteindelijk scoor je altijd uit ergens uit persoonlijke fout natuurlijk. Ik denk dat dat voor gewoon een 0-0 wedstrijd misschien is. En is het wachten op degene die een goal maakt. Ja, en dat hij dan zo valt is wel zuur. Ja, dat is niet anders. Ja, eigenlijk dat. Ik denk dat dat het is. Misschien hadden ze wel wat meer overwicht qua bal, als je dat bedoelt. Daar kan ik me wel in vinden. Maar ja, uiteindelijk speel je hier ook tegen nummer 2, tegen goede ploeg. Dus ja. Ja, nee, ik denk ook als je een beetje kijkt naar de kansenverdeling. Nou ja, we hebben een aantal mogelijkheden gehad, maar echt die laatste fase was een beetje lastig, denk ik, hè? Ja, het is sowieso wel lastig om in die laatste fase was het om te komen. Want ik vond dat we aan de bal niet secuur genoeg waren. Om een bal te houden in ieder geval, om in de ploeg te komen. Ik vond ons statisch. Ik vond ons niet echt bezig om echt de bal te willen hebben. Terwijl die de paar keer wel echt tussen lag. Ik denk ook dat het soms ook gewoon risico's nemen is. Van of indribbelen of iemand tussen de linies in te pasen. Maar dat komt denk ik misschien ook wel door de belangen wat er op het spel staat. Omdat je wat minder risico's durft te nemen. Terwijl die er wel een paar keer lag. En dan... dan is het best wel jammer, zou ik zeggen, dat je niet niveau haalt wat je kan halen. Ja. Hey, hoe kijk je nu verder tegen de laatste twee wedstrijden? Nou, heb je al een beetje gekeken naar de stand in de derde periode en de uitslagen? Ja, ik heb de uitslagen wel gezien, maar ik moet zeggen dat, dat ik eigenlijk meer aan het nadenken was van wat hadden we misschien anders vandaag kunnen doen. Dus ik moet zeggen dat ik daar nog niet echt heb op voortgekeken en voort heb geduurd. Maar wat ik ook in de voorgaande interviews heb gezegd van ja, ik vind dat je altijd moet spelen om te winnen. En dat is eerst volgende wedstrijd is dan weer Excelsior. En dan daar kijken we dan gewoon naar. Ja. Volgens mij is het nog niet helemaal gespeeld. Als ik even snel gekeken heb, zijn er nog wel mogelijkheden. En volgende week natuurlijk ook Excelsior. Die gaan eigenlijk spelen voor de laatste kans. Dus op zich is dat wel een mooi affiche, denk ik. Ja, uiteindelijk zeker. Ik denk, die spelen ook ergens om. Maar uiteindelijk moeten we denk ik vooral eerst naar onszelf kijken. En moeten wij gewoon elke wedstrijd willen gaan winnen. En het maakt niet uit waar je voor speelt. Maar je moet in ieder geval spelen voor elke wedstrijd om te winnen. Want daar ben je sportman voor. En ik denk dat je dat ook altijd moet willen. Want als je nu al zegt van... We laten hem even lopen en laten hem even gaan. Dan zegt dat ook iets over jou als sportman of als team, als wij voor staan. Nou, en daarvoor willen wij zeker niet staan. Dus ik ga ervan uit dat we gewoon zaterdag weer volle bak gaan. Nou, laten we dat doen. Sluiten we deze wedstrijd af. Volgende week Excelsior. En daarna nog een wedstrijd thuis tegen Hoek. Dankjewel voor nu en fijn weekend.